Boekwerkje mee, alsjeblieft. En wacht ik nog een minuutje of vijf en dan starten we als iedereen het goed vindt. Dank u wel. Met een aan mij veelgestelde vraag. De veelgestelde vraag naar de oorsprong van mijn praktijk. Wel nu, er gaat een complexe geschiedenis vooraf aan dit moment. En die complexe geschiedenis wil ik u graag onthouden. Wat ik u wel wil vertellen is het antwoord waar ik zelf zeer tevreden over ben. Ik heb erover nagedacht. En de wortels van mijn praktijk liggen eigenlijk in de volgende woorden van een mij dierbaar iemand die mijns inziens opgesloten zit binnen de structuur van een wat je wel secte noemt. Ik citeer de woorden van een mij dierbaar iemand. Ik weet niet of ik de situatie waarin ik mij bevind zal overleven. Vergeet dat ik besta. Van de wereld waarin ik nu leef, moet ik jou kwetsen. En dat wil ik niet. Dat zei 8 jaar geleden onze vriendin, die destijds tegelijkertijd onze huisarts was. En ik vergat niet. Hoe zou ik dat kunnen? Ik stelde vragen. Kritische vragen. Pesterijen, intimidaties met de bedoeling om mij ertoe te bewegen, mijn mond te houden, werden mijn deel. Hartelijk dank. Communicatie. Contact met dat bewuste kameraadje in die nare knel werden minder en minder, meer en meer gefrustreerd en bijna totaal onmogelijk gemaakt. Zelfs de status van dat eerzame beroep werd gebruikt in een poging om mij in een vreemde monddoodhoek van de samenleving te drukken. Want als ik dan al niet mijn mond wilde houden, en als ik dan al per se wilde spreken, dan moesten mijn woorden maar niet serieus genomen worden. U begrijpt, een nachtmerrie
werd werkelijkheid. Ik ben nog steeds niet vergeten dat mijn kameraadje in die knel bestaat. En monddood, zoals u allemaal nu kunt zien, dat ben ik al helemaal niet. In plaats van blijven zitten in de hoek waarin ik werd gedrukt, en in plaats van de rug toekeren omdat dat nou eenmaal makkelijker is, ben ik mij juist gaan verdiepen in het waarom van wat mij daar was overkomen. Ik ben psychologie gaan studeren en kwam tot de conclusie dat voor een beter begrip van deze situatie ik maar het beste een tijdje bezig kon gaan met psychologische processen in groepen waarin gebruik wordt gemaakt van dwingende beïnvloedingstechnieken, zoals dat in sectes ook het geval is. Daarna ben ik counseling gaan studeren en zoals u weet, daarna ben ik mijn praktijk gestart. En dat is in het kort eigenlijk het antwoord op de vraag naar de oorsprong van mijn praktijk en ook de reden dat ik nu op deze manier voor u sta. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Ik wil daarom dit seminar graag opdragen aan dat ene kameraadje in die knel die ik Maan ben gaan noemen. En waarom nou Maan? Daarover kunt u lezen in mijn dichtbundel Wees. De maan die mij niet mag horen, de maan die mij niet mag zien, de maan die mij niet mag spreken. Mijn praktijk heeft 3 disciplines. En ze zijn allemaal gebaseerd op mijn opleiding, kennis en ervaring op het terrein van counseling, exit counseling, sportconsultancy en natuurlijk ook de lichamelijke opvoeding. Deze avond is voor mij de finish van een periode vol verdedigingsstrijd, vol verwondering, incasseren, maar ook studie, nieuwe mogelijkheden ontdekken. En tegelijkertijd is deze avond de start van een nieuwe periode vol creativiteit, hoop ik, en toepassingen van opgedane kennis en ervaring ten behoeve van de hulpverlening middels het counselen, het exit counselen en de sportconsultancy.